Het Saramaka Kanaal rehabilitatieprogramma bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Het project dat op 8 januari 2024 van start ging, nadert nu snel zijn voltooiing. Het programma onder leiding van International Infra NV heeft de laatste fase van zijn uitvoering bereikt. Het Saramaka Kanaal strekt zich uit over een traject van 25 kilometer en is opgedeeld in 5 secties. Het project begon in sectie 5 met als grootste uitdaging de bebossing die het kanaal ontoegankelijk maakte voor zowel vrachtverkeer als ontwatering. Tijdens een rondleiding van de media legde Raoul Hiralal, Senior Civil Engineer Saramaka Kanaal Unit, wat de rehabilitatie precies inhoudt en wat er precies is gedaan en wat nog gedaan moet worden. De bermen ook worden gemaaid, ja. Zeg maar de vegetatie. Op de bermen, die worden vanuit de waterlijn 7 tot 7,5 meter de berm in verwijderd. En dan heb je dus ook bomen met een diameter kleiner dan 20 centimeter, die worden dus ook verwijderd. Niet met de wortels die worden gelaten. En dan heb je dus ook ietsje grotere bomen met een diameter groter dan 20 centimeter, die blijven, die worden getrimd. Maar je hebt ook bomen die oud zijn of over het kanaal heen hangen. En eigenlijk potentieel een gevaar kunnen vormen voor boten die langs varen. Dus die bomen worden wel verwijderd door de aannemer. We zien dus wel één ponton verlopen van de aannemer in sectie 1 en 2. In de vorige secties 5, 4 en 3, dus vanuit uitkijk naar deze kant toe, heeft de aannemer telkens in het begin met 2 pontons gewerkt. Hiralal legt verder uit dat er bovendien talrijke illegale bewoning op de bermen en vuilstortplaatsen zijn. Die zijn in de eerste instantie opgeruimd door de aannemer en dat wil het ministerie zo houden, onderstreept Hiralal. En u kunt zich voorstellen als de aannemer dat heeft opgeruimd. Wij willen natuurlijk voorkomen dat na 2 weken er weer vuil wordt gedumpt. Het is geen makkelijke kwestie om op te lossen, vandaar dat wij via de minister van Openbare Werken contact hebben gezocht met Openbaar Groen en Afval. De komende periode is ook een belangrijke meeting, vind ik, gepland met de DC's. De DC van Zuidwest onder andere. Niet een vertegenwoordiger van de DC, maar de DC zelf. Alright. Zodat hij dus ook de situatie ziet. Ik denk sowieso dat de DC's de situatie kennen, okay. Maar het wordt toch wel tijd dat wij iets doen, dat wij samen, dat er ook een stukje bewustwording plaatsvindt bij de stakeholders, ja. En samen kijken hoe wij dit wel op een goede manier kunnen oplossen. Het afronden van de werkzaamheden is gepland voor 31 juli 2024 met een daaropvolgende defect liability periode van 3 maanden. Het ministerie zet zich in om een duurzaam beheersplan te ontwikkelen om de lange termijn functionaliteit van het kanaal te waarborgen. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.